The Jonas Brothers, What a Man Gotta Do in Haagsochtend Radio. Ja, leraren, die geven natuurlijk allemaal op afstand onderwijs deze dagen. Ze sturen opdrachten en instructies, simpel via de mail, via een of ander social media kanaal of magister, dat gebruiken ze daar ook. Maar ja, hoe doe je dat als je een gymdocent bent? Ja, Meester Niels, leraar op basisscholen de Tweemaster en de Meerpaal, maakt YouTube-filmpjes voor de kids van zijn school, maar eigenlijk niet alleen van zijn school, het is eigenlijk ook wel voor alle kinderen. En ook soms moet hij dan gewoon nog naar school. En volgens mij is hij daar nu ook. Niels, goedemorgen. Yes, goedemorgen. Ja, dat klopt. Ik ben nu gewoon op school inderdaad. Welke school ben je? Ik zit vandaag op de Meerpaal. Maar het zijn eigenlijk allebei twee scholen naast elkaar. Ze zitten allebei in Duindorp. Dus ik kan heen en weer lopen in principe. Nou, dat scheelt. Ja, mijn vriendin die werkt op de Willem de Zwijger school in Belgisch Park. Daar hebben ze echt heel weinig kinderen waar ze op moeten passen. Zij staat voor de kleuters. Toen ze op de eerste dag daar had gestaan, vroeg ik aan haar. En hoeveel kinderen waren er? Toen zei ze twee. Dat waren er niet alleen twee uit die klas. Dat was twee voor de hele school. Hoe zit dat bij jou? Dat klopt wel een beetje. Ja, wij zitten nu met een groepje van 6 kinderen. Dat is veel. Vrijdag. Dat ja, klopt, dat is nog relatief veel. Op vrijdag zaten wij met, zat ik op een tweeman, zat ik met één meisje. Met twee collega's op één meisje. Oh. Dus nu zijn er ook gesprekken of dat de scholen eventueel samen gaan voegen om de opvang samen te doen. Maar daar is nog geen antwoord op. Nee. Maar inderdaad, de groepen zijn redelijk klein, ja. Ja, dat is echt bizar eigenlijk, maar eigenlijk ook wel weer goed. Want ja, in principe zijn de scholen natuurlijk dicht. Het is een beetje noodgedwongen opvang voor kinderen van ouders van vitale beroepen. Hebben de kids vandaag een beetje geluk met jou daar op school? Gaan ze lekker bewegen of zitten ze braaf in de bankjes huiswerk te maken? Nou, ze zitten nu op dit moment heel braaf. Nou, ik denk dat ze nu, of je kan wel even heen lopen. Ik denk dat ze nu met z'n zessen richting de beamer zitten te kijken of het smartboard zitten te kijken naar de uitzending. En daarvoor zaten ze braaf in de schoolbank, zaten aan huiswerk. Maar ik denk dat wel de kans is dat we straks nog even de gymzaal ingaan met z'n zessen. Ja, groot gelijk. Een beetje beweging, dat kan helemaal geen kwaad. Want hoe pak jij nou precies aan als gymdocent zijnde? Wat doe je nou precies voor de kinderen? Ja, nou, het idee is een klein beetje begonnen. Omdat inderdaad heel veel collega's van mij huiswerk mee zouden geven. Of zouden gaan geven bij kinderen die ze op konden halen en zelf aan de slag konden gaan. Mm-hmm. Dat is voor gymdocent natuurlijk wel redelijk anders. Omdat je bent afhankelijk van je gymzaal. Dus toen ben ik op het idee gekomen, en volgens mij veel meer andere gymdocenten in heel Nederland, om filmpjes op YouTube te zetten waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan. Mm-hmm. En kan je een beetje controleren of ze dat dan ook hebben gedaan? Moeten ze zichzelf filmen en dat dan weer terugsturen om te laten zien dat ze thuiswerk hebben gedaan? Klopt, ja. Echt? Ik heb een YouTube-account aangemaakt op mijn eigen naam, Niels Arkenbout. En zij kunnen hun filmpjes sturen naar gymleerkrachtniels@hotmail.com. Daar heb ik heel veel filmpjes naartoe gekregen. Ik denk nu wel bijna 50 inzendingen van kinderen die echt zelf thuis aan de slag zijn gegaan. Oh, wat goed. En daar heb ik ook nog een compilatiefilmpje van gemaakt en teruggekoppeld aan de ouders. Zodat ze ook zien dat meer kinderen op school meedoen. Wat goed. Heb je dan ook nog eens van challenges of niet? Daar geen zin. Ja, ik probeer er eigenlijk iedere dag wel een challenge bij te verzinnen. En die mogen ze terugsturen. Alleen wat ik wel heel veel zie is dat ze van alles wat ze doen filmpjes maken. En dat vind ik eigenlijk net zo leuk. Dus ik probeer wel challenges te verzinnen. Maar ja, als ze al iets terugsturen, maakt niet uit van wat, dan vind ik het eigenlijk al helemaal super. Ja. Hey, en deze filmpjes die op het YouTube-account staan, daar kan iedereen denk ik gewoon naar kijken, toch? Klopt. Dus, ja, die heb ik opengezet. We kunnen iedereen adviseren om, als ze lekker in beweging willen zijn of dergelijke, gewoon jouw filmpjes te kijken. Ja, dat zeker. Ja, twee keer per week komt er een workout online. En dan eventueel nog een keer extra per week komt er een extra filmpje om kinderen een beetje bezig te houden. Nou, wat goed, Niels. Zet hem op. Hou dit vol, deze filmpjes. Ik vind het fantastisch. En, dankjewel. Ik ga online gelijk even spieken hoe het eruit ziet. Niels, maak er een mooie dag van, hè? Yes, Berk. Dankjewel voor het belletje. Yo, groetjes. Okay, doei.